Vandaag maak ik een echte klassieker. Een gerecht waarvan iedereen waarschijnlijk zijn eigen receptje heeft. Een pasta bolognese. Een heerlijke tomatensaus met gehakt kruiden. En vandaag laat ik jullie zien mijn receptje voor de ultieme pasta bolognese. We starten met het water aan de kook brengen voor de pasta. En ik ga het een beetje kruiden. Ik ga er wat zout bij doen. Je kan ook perfect een bouillondokje erbij doen. We nemen een grote pan. Dan beginnen we met onze saus en we starten met olijfolie in onze pan. En ja, ik kies voor olijfolie. Dat is gewoon die zuiderse smaak die bovenkomt. Dat is veel lekkerder en dat gaat ook goed samen met de tomaten die we zelfs gaan gebruiken. We laten het vuur goed warm worden. En dan voegen we onze shallotjes toe en de knoflook. We laten alles goed aanstoven totdat de shallotjes glazig zijn. De knoflook gaar is. En dan voegen we ons gehakt toe. Ik neem een gemengd gehakt. Een gehakt runs-varkens. We hebben natuurlijk de vleessmaken van het runs en het iets vettere van het varkens gehakt. Een ideale combinatie. Tijd voor de pasta. Het water kookt, dus ik heb gekozen voor deze mooie grote penne. De Italianen noemen het paccheri. Waarom heb ik deze gekozen? Het gaat straks heel mooi op het bord zijn. En waarom ook altijd hetzelfde? Hè? Kijk bijvoorbeeld, als je voor kinderen kookt, je hebt van die leuke mannetjes, van die diertjes of zo. Het moet niet altijd gewoon een spaghetti zijn. Hè? Heel belangrijk dat ons gehakt goed gaar is. Zo, we gaan nog even bijkruiden met cayennepeper. Waarom geen peper van de molen? Het geeft gewoon die extra bit aan de saus. Ook die warmte, ik vind dat echt heel lekker. En pilipili. Dan is het tijd voor mijn concentraat toe te voegen. Die kleine potjes die zorgen dat we een intense smaak krijgen. En dat we ook een heel stevige saus krijgen. En we roeren het gewoon door ons gehakt heen. Hier, ik gebruik een concentraat met groenten. Dus automatisch krijgen we al die verrijking van wortelen, selder, ui, peterselie. Heel veel smaken worden in één keer toegevoegd. Voilà, en de regel bij ons thuis is dat we het laatste uit de pot mogen likken. We gaan nu dit overstrooien met een beetje bloem. Heel belangrijk is dat we goed de bloem laten meebakken, dat we echt het gehakt laten uitdrogen. Als we hier te snel in zijn, dan krijg je achteraf een bloemsmaak en dat is echt niet lekker. Nu kunnen we ons gehakt gaan bevochtigen met runsbouillon. Zou er in principe ook gewoon water kunnen bij doen, maar dat gaat veel minder smaak geven. Je kan op een rustig vuurtje verder pruttelen. Ondertussen ga ik mooie schilfers van onze parmezaanse kaas snijden. Hier gaan we dadelijk ons bordje mee dresseren, die leggen we nu eventjes opzij, want onze pasta is gaar. Zo, en dit is het moment dat ik er altijd een klein beetje olijfolie op doe. Goed, we zijn nu klaar om nog het laatste ingrediënt toe te voegen aan onze lekkere bolognese saus. En ik heb hier de cubetti, de heerlijke tomatenblokjes. Ik heb gekozen voor de cubetti met verse groenten. Ook hier weer al die groentjes die erin zitten. Selder, wortel. En ik ga die gewoon toevoegen aan de saus en door het gehakt heen mengen. Wat vind ik zo geweldig aan deze blokjes? Dat ze natuurlijk allemaal even groot zijn. Dat gaat een heel mooi effect aan de saus geven. Ja, en natuurlijk de smaak. Hè? Het zoete van de tomaat, een heel intense smaak. We gaan de saus niet verder laten koken. Gewoon ervoor zorgen dat alles goed door en door warm is. Dus dan zijn we nu klaar om ons bord te dresseren. Hier is onze pasta. Daarna onze bolognese saus. En dan nu onze parmezaanse kaas. En natuurlijk, de Italiaanse driekleur moet erin zitten, dus we werken af met een blaadje basilic. Zo, en ons bord is klaar. Een heerlijke pasta bolognese. Smakelijk!